Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Mandy Chihung. Zij is van Jewel Yoga. En waarover we vandaag gaan praten is over Aquamama. Dat is een onderdeel binnen haar yoga-organisatie, waarin zij yoga organiseert voor zwangere mothers-to-be. We gaan vandaag even kennis maken met Mandy en daarna natuurlijk praten over Aquamama. What we need is a little Q-Time. Hi Mandy, hoe gaat het met je? Welkom in Q-Time. Hi Odette, thank you for having me. Heel graag gedaan. Wij kennen elkaar natuurlijk persoonlijk al van de hele tijd, maar de kijkers nog niet. Dus laten we alvast even kennis maken met jou. Oké, hallo kijkers. Mijn naam is Mandy. Ik heb een yoga studio, Jewel Yoga, waar ik yogalessen verzorg, maar eigenlijk de non-traditional, om het zo te zeggen. Ik verzorg yogalessen in het water, aqua-yoga doe ik. En ik doe ook aqua-mama, dat is dan voor zwangere vrouwen. Daarnaast verzorg ik cursussen voor zwangere vrouwen, dat heet Mindful Mama. En voor zwangere koppels heb ik workshops, dat heet Mindful Zwanger. En daarnaast verzorg ik ook workshops, cursussen en lessen in aerial-yoga-lessen. Oké. Dus eigenlijk doe je wel yoga, maar niet de traditionele yoga? Nee, niet de traditionele. En I need to add on dat ik vanaf vorig jaar ook aqua fun aanbied. En dat is een combinatie van babyzwemmen en baby yoga in het water voor ouder en baby. En dat doe ik in samenwerking met Esmeralda en Field van de Bubbles. Het is een speciaal programma wat we in elkaar hebben gezet. Oké, dus eigenlijk doe je geen traditionele yoga? Nou, laat me zo zeggen, de traditionele yoga in een modern jasje gezet. Ja, oké, maar dus aqua... Ja, want de filosofie is nog steeds erin. Ja, natuurlijk, sowieso, want het blijft yoga. Ja, maar in principe, de normale yogalessen, daar ben je van afgestapt? Voor mezelf practice ik het wel. Maar om het te teachen heb ik dus ervoor gekozen om andere soortige vormen aan te bieden. Aan de mensen in Suriname. Oké, hoe ben je erop gekomen om je te gaan specialiseren in water, aqua dus? En eigenlijk veel rond zwangeren en moeders, hè? Als ik luister naar de namen van de cursussen die je geeft. En aerial, want moet je daar dan ook gewoon op de een of andere manier in specialiseren dat je het ook mag lesgeven, zeg maar? Ja, klopt. Ik ben voor elk van deze vormen van yoga ben ik in het buitenland opgeleid. En hoe is het allemaal gekomen? Ik hou van water. Ik ben echt een watermama. En ik heb vanaf we hier wonen, hebben we zeg maar een zwembad. En het zwembad moest een aantal jaar geleden gerenoveerd worden. En zoals je weet, renovatie is niet goedkoop. Dus ik had zoiets van, oké, als ik hem ga renoveren, wil ik ook les in kunnen geven. Want ik wist wel dat Aqua Yoga bestond in het buitenland. Dus ik heb toen informatie opgevraagd en het mocht zo zijn dat ik die cursus kon volgen. En net toen het zwembad ook was gerenoveerd, ben ik gelijk gestart met aqua yoga lessen. En ik had toen al zwangerschapsyoga opleiding gevolgd. En dat kon ik dus mooi combineren in het water met aqua yoga. Want tijdens de aqua yoga teacher training was daar voor de zwangeren ook een onderdeel van. Ik was helemaal in love. Oké. Maar dus je hebt hem niet zelf gemixt. Het is inderdaad wel iets dat bestond. Aquamama, laat me het zo zeggen. Dus zwangerschapszwemmen bestond al. Ja, sowieso. En yoga voor zwangeren bestond ook natuurlijk al. Maar de manier hoe ik hem aanbied is zeg maar wel iets dat ik... de deel wat ik heb geleerd natuurlijk en een deel van mijn eigen input... Aan de hand van de lessen steeds en wat de mama's mij geven, combineer ik hem steeds. En geen enkele les bij mij is hetzelfde. Ja. Very nice. Heel erg leuk. Oké, maar goed. Wat moet ik me voorstellen bij Aquamama? Hoe is er een bepaald criteria hoe ver je in je zwangerschap moet zijn voordat je erbij mag horen, zeg maar? Nee, bij Aquamama mag je al... Ik heb mama's gehad die 10 weken verwachting waren. Super enthousiast. Ja, ik ben zwanger, 10 weken mag ik ook al. Ik zeg, ja, in het water mag je gewoon maar. Ik heb mama's die pas rond hun 36, 37 weken hebben gehoord over Jewel Yoga.
En natuurlijk zijn ze al vrij ver. En ik zeg, ja, kom maar, aquamama in het water. En dan zijn ze in het water. En vinden ze het gewoon heerlijk en willen ze gewoon niet eruit. Ja, oké. Okay. Ja. En hoe vaak, hoe intensief is het? 1 keer in de week? 2 keer in de week? Ja, ik heb hem dus voor nu 1 keer in de week. Ik heb hem wel eens 2 keer in de week gehad. Maar is afhankelijk van mijn schema, omdat ik dus ook andere lessen geef. En ook, ja, die mamies zijn zwanger. Dus als ze bevallen zijn, dan zijn er weer, is er iedere keer een toestroom van andere mamies. En moet dan kijken van hoeveel mamies heb ik per groep. Dus als ik heel veel mamies heb, dan heb ik altijd wel een tweede groep. Maar vaste groep is sowieso op de zaterdagochtend. Ja, oké. Maar het mooie ervan is dat als je bevallen bent, dat je eigenlijk ook direct weer gewoon in een van de andere cursussen kan stappen met, ja, met je baby. Ja. En van, ja, hoe oud mogen de baby's zijn voordat ze meedoen? Dus, mogen niet vanaf het begin, volgens mij. Dat lijkt me een beetje klein. Dus ik heb postnatale yoga. Dan heb je dan dat je kan komen vanaf, met je baby vanaf 2 maandjes. Dan ben ik in hele kleine groepjes. En vanaf 4, 5 maanden heb ik dus aquafon. En dan werken we dus met ouder en kind. Dus niet alleen mama per se in het water. Maar papa mag ook een keertje. Oma mag ook een keertje. Peetmoeder, peetvader een keertje. In het water met baby. Oké. Okay. Ja. Wat is het voordeel van yoga in het water? In dit geval voor aquamama is het dat voor de mamies het hun helpt om de beperkingen die ze ervaren vanwege zwangerschap, om dat zeg maar te verlichten. Vooral het stukje gewichtloosheid, want vaak als ze wat verder zijn in die zwangerschap, dan is het zo zwaar voor ze. En op het moment dat ze komen in het water, dan hebben ze zoiets van, oh heerlijk. Weet je, ze voelen het dan niet meer. En water is helend. Dus ze voelen ook, dat zeggen ze ook echt, dat ze het gevoel hebben dat letterlijk alles van hun wordt, van hun lichaam wordt afgewassen, zeg maar, eraf gaat. Ja. En ze krijgen ook ademhalingsoefeningen, visualisatieoefeningen, terwijl ze in het water zijn met mij. En dat alles helpt hun ook om voor te bereiden voor de grote dag, voor de bevalling. Oké. Ja. Okay. Very nice, very nice. Oké. Okay. En vertel eens over aerial yoga, want het is dus vrij nieuw bij Jewel Yoga. Ja, ja, klopt. Okay. Bij aerial yoga ben ik ook 4 jaar geleden mee gestart. Aerial yoga is wanneer die doeken hangen van het plafond en dat je daar dus inderdaad alleen oefeningen mee doet, toch? Okay. Klopt. Dat lijkt meer op acrobatiek. Het is zeg maar een hangmatje wat je ziet bij mij. Okay. Ja, het is een hangmatje. Okay. En aerial yoga, dus de studio is daar ook helemaal omgebouwd, want dan moeten we ook speciale bevestigingen hebben aan het plafond en zo. Juist. En aerial yoga, dat is een vorm van yoga waarbij je kan voorstellen dat wanneer de swing laag hangt, dat het je ondersteunt in houdingen. En it gives you the feeling to let go and to restore. Herstellend. Elke houding die je neemt, daar ben je zeg maar ondersteund in. Het is, je hoeft niks aan te spannen, je kan gewoon loslaten en volle overgave liggen of zitten in een houding. Op het moment dat we wat hoger gaan, en het is dan zeg maar heuphoogte, dan werk je veel aan je core. Want dan ga je core elke keer hebben aan te spannen om houdingen te doen. Vele zijn houdingen dus op 1 been, balancerend en ondersteboven hangend. En werk je dan met die swing die je dan... ik zeg het maar als je friend is, maar dan ook zeg maar je gaat helpen, je gaat motiveren om los te laten van bepaalde verwachtingen, but also to trust. Trust your body, trust your swing. Want dat is het onderste bovenhangen vooral. En moet ik ook bij toevoegen dat wanneer je last hebt van motion sickness en of een hoogtevrees, dat het challenging kan zijn. En dat was het voor mij sowieso toen ik mijn teacher training deed. Dat is het eerste wat mijn teacher vroeg. Who has motion sickness and fear of heights? En toen ik een van de studenten was, toen zei ze, oké, dat is mooi, want dan ga je extra hebben in te zetten to overcome the fear. En dan ga je dan ook in principe studenten beter kunnen begrijpen, mochten ze dat ook hebben. Dus het heeft voor mij wel wat gevraagd, wat gevergd.
Ik kan wel, ja. Dat is ook een stukje persoonlijke ontwikkeling geweest voor jou. Ja. Okay. Ja, zeker weten. Ja. En het is een kwestie van trust. Ja, oké. Okay. Ja. En is aerial yoga aangeslagen in Suriname? Ja, tot nu toe mag ik eerlijk wel zeggen, jawel. Studenten zijn enthousiast. Het is een andere vorm dan Jan usual gewend is. En it also brings the playfulness out. Ja, voelt je op een of andere manier heel playful, happy. Ja, oké. Okay. Degene die het zeg maar kunnen appreciëren om een beetje ondersteboven te hangen en een beetje more challenging bezig te zijn. Oké, okay. Als je interesse hebt, mag je een proefles komen doen? Voor aerial yoga heb je eerst een intro to aerial yoga workshop te volgen. Okay. Daar ga ik je echt stapvoets alles beetje een beetje uitleggen, begeleiden in alle houdingen. Ja. Omdat, ja, net wat ik zei, als je last hebt van motion sickness en hoogtevrees, dan heb je die begeleiding nodig. Ja, okay. Ja. En van daaruit kan je dan besluiten van oké, ik wil wekelijks les volgen of het is niks voor mij. Nee, dat kan ook. Introductieles. Oké. Okay. Ja. Goed, ja. Mandy, onze tijd zit erop. Waar kunnen we Dual Yoga bereiken of vinden om meer informatie te verkrijgen voordat mensen zich aanmelden? Dual Yoga kun je bereiken op WhatsApp 874-0383. Oké, okay. Goed. Ergens ook op social media misschien? Ja, op Facebook Dual Yoga, yes. Instagram ook zelf de Dual Yoga. En dan kunnen ze daar inderdaad, neem ik aan, ook wat foto's en wat informatie en contactgegevens vinden. Ja, maar het beste is via WhatsApp en dan kan ik alle informatie sneller sturen. Ja. Omdat ik het meest actief ben op WhatsApp. Natuurlijk, makkelijkste medium, instapmedium. Hey Mandy, het was heel erg leuk je te hebben gesproken. Spannend waarmee je allemaal bezig bent. Ja. Very nice. Dank je wel. We hopen dat we met deze informatie een aantal toekomstige mama's ook weer een beetje hebben meegeholpen om iets nieuws te proberen tijdens de spannende fase van het leven. Ja. Dank je wel voor je informatie. Succes met Dual Yoga. En bedankt voor je tijd. Is goed. Ja, jij ook bedankt. Thank you. Bye. Bye. Dat was het gesprek met Mandy Chihung van Dual Yoga. Zoals zij het zelf heeft uitgelegd, is zij gespecialiseerd in aqua yoga. Verschillende vormen van yoga in het water. En dan voornamelijk met toekomstige moeders, maar ook moeders. Meer informatie is er te vinden op de social media page van Dual Yoga. En Mandy heeft ook het telefoonnummer doorgegeven. En als je iets nieuws wil uitproberen, ook aerial yoga, klinkt inderdaad wel heel erg spannend. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.